Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Hardcore Survival, waarin ik nog steeds een meidenskin heb. Heb ik vorige aflevering niet eens verteld, maar ja, dat boeit me niet. We zijn in ieder geval weer terug in ons Hardcore Survival en Villager, wie heeft de deur open gedaan? Wie is hier verantwoordelijk voor? Jij zeker? Nou ja, weet je, het zal wel. Goed, we hadden onze spullen opgeborgen. Ik wil eigenlijk denk ik gewoon gaan minen meteen, want... Oh, waarom zit ik met kool te droppen? Oh, ik heb natuurlijk mijn kool. Kan ik hier ergens iets in stoppen of zo? Weet je wat, doe die maar daarin. Doe die maar daarin. Zo, ik heb heel veel eten trouwens. Oh, nog meer eten. Zo, de you. Zoveel heb ik nou ook weer niet nodig, denk ik. Ik neem ook wel voor zekerheid wat hout mee. Mocht er wat gebeuren of zo. En ik maak nog een crafting table erbij. Gaan we lekker minen, denk ik. Of gaan we dat niet doen? Of gaan we dat wel doen? Of gaan we dat niet doen? Nou, nee, gaan we dat lekker wel doen. Ja, ik heb maar één pickaxe. Dat is wel een beetje kader. Heb ik... Ja, ik heb hout. Ja, laat ik dan maar even sticks met dit hout gaan maken. Zo. Ja, helemaal prima. Ik zit alles helemaal te verplaatsen. Helemaal niet goed dit. Oké, ik ga er alvast eentje bij maken. Misschien hebben we er wel nog eentje nodig. Maar ja, we weten het niet. Dus we gaan dat zien. Dit hout mag wel weer weg. Nemen we dit zo mee. Helemaal prima. Weet je wat? We nemen voor de zekerheid ook nog wel een bed mee. Zit wel een spawnpoint. Als we die toevallig niet gezet hebben. Ik weet het geen eens. Oeh, dat is een Enderman. Die ga ik even lekker niet aanvallen. Ik denk dat dan het einde van de hardcore serie wel een inzicht is. Eerlijk gezegd. Eens even kijken. Daar zie ik al een cave. Meestal bergen ligt tegenwoordig ook wel heel veel shit. Dus is dit een drypstone cave? Nee, het is gewoon dirt. Ik moet toortjes maken trouwens. Oh jongens, is niet goed. Ik moet veel meer toortjes hebben. Oké, dit zo. Dan heb ik er heel veel gemaakt. Dat boeit me eigenlijk helemaal geen reet. Crafting table, kom maar even mee. Laten we dan maar even hier naar binnen hangen. Even kijken, wat is hier aan de hand? Hier is helemaal niks. Toch al, maar hoor ik geen geluid. Nu hoor ik wel een geluid. Ja, zal. Even kijken, wat is dit? Een cave. Handig. Daar is wel een druipsteen cave. Ja, laten we dit maar even laten voor wat het is. Ik wil eerst even alles clearen. Ga even rennen, dankjewel. Oh, dit is wel een heel bijzondere kloof, of wat het ook mag zijn. Vind ik. Even kijken. Hier ligt nog meer kool. Ik heb al heel veel kool in het vizier, maar eigenlijk wil ik gewoon eventjes armen hebben. Kunnen misschien al naar diamond niveau, want oh, dat zijn twee skeletonen. Daar moeten we even voor oppassen, denk ik. Ja, denk ik. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Hij schiet raak. Pak. Ik heb niet alle HP. Ze hebben alweer wat damage. Dat was niet heel handig. Ja, hoe gaan we dit eigenlijk doen zonder die stinkbeesten me gaan aanvallen? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Misschien moeten we maar gaan stripminen of zo. Is die skeleton al daar? Ik zie de skeleton nog niet. Laten we gewoon even snel dit hakken. Kijken we alvast op rechts of ik niks zie. Is dat dat water wat ik gewoon een beetje hoor? Of... Ik hoop het wel, want als er een creeper of een skeleton is, dan hebben we wel een probleem. Want dan moeten we gaan wegrennen, anders gaan we dood. Want ik denk dat neerslaan niet zoveel zin moet hebben. Even kijken, wat is hier? Nog meer kool. Ik ga niet hier binnen kijken. Even kijken, wat is daar? Ook weer allemaal water. Ja, helemaal prachtig. Even kijken, dit kool kunnen we er eventjes meenemen. Het is wel heel vervelend dat het zo boven het water zit. Maar goed, dat doen we maar even mee. Ja. Deze pickaxe is sloom trouwens. Daar kom je nu pas achter, Romano. Echt. Zo, dit even pakken en in het water in. Volgens mij hebben we alles. Ah ja, en anders maar niet. Er ligt nog wel meer kool. Dan gaan we vast ook nog wel meer vinden. Even kijken, we gaan even hier omhoog. En dan hebben we hier kool alweer. En is dit het enigste stukje? Dat ga je me niet vertellen, hè? Is dit serieus? Is dit serieus? Even kijken. Ja, en mijn pickaxe is gebroken. Geweldig. Goed, laten we maar gaan kijken, denk ik, of we iets kunnen vinden. Zullen we de cave induiken of niet? Is dat slim?
I don't know. Even kijken. Ik hoor een zombie. Ik zie een grote cave, gok ik. Oh. Oh shit, voor mij is dat een zombie met een zwaard. Ja, die gaan we eventjes voor wegrennen. Ik weet niet of het nou een steen of een iron sword was, maar het was in ieder geval niet goed. Laten we hier gewoon eventjes de benen nemen. Ja, eigenlijk moeten we er wel kijken, hè? Maar het is wel gevaarlijk, vind ik. Ja, hoe gaan we dat doen? Gaan we misschien nog hoog op de berg? Misschien dat we iets kunnen vinden. Trouwens, we moeten alweer bijna slapen. Ik wil echt niet dat er shit gaat spawnen. Dus laten we even nu, of nu even teruggaan. Fishermans, niet op mijn bed gaan liggen. Ja, ik zweer joh, want ik trap je er zo vanuit. Kijk, zo doe ik dat. En als je er zo meteen weer in gaat liggen, dan trap ik u er weer uit met uw kloten. Kijk, hier gaat u er lekker weer uit. Nou, ja, dank u wel. Ik kan eindelijk even slapen. Wat zit je op me te staan? Nou, dit vind ik wel een beetje... Ah, dit vind ik wel een beetje vies, meneer. Meneer, kunt u dat niet meer doen? Dank je wel. Goed, hij deed de deur al voor me open, blijkbaar. Ja, we gaan gewoon, denk ik. Of niet? Nou, misschien moet ik hout hebben, want ik kan geen eens meer een nieuwe pickaxe maken als die kapot is. Ja, ik neem gewoon dit even... Oh, ik drop het. Dat is niet de bedoeling. Ja, neem het even mee. Dankjewel. Dit moet ook even daarbij. Even zo. Ja, helemaal prachtig. Deur kan dicht. Ja, blijf even dicht. Dankjewel. Oké, gaan we de berg opvaren? Dat kan. Ik weet alleen de coördinaten niet, dus ik moet er even zo kijken. Waar zitten we nu op? We zitten op blok 78 nu. Kunnen we hier, nou ik ga niet in caves, ik ga denk ik gewoon omhoog klimmen. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Allemaal kippen trouwens, maar die ga ik nu niet allemaal killen, daar heb ik niet de tijd voor. Even kijken, is hier iets? Kippen gaan allemaal even weg, want jullie boeien me niet. Kijk, daar is al iron en daar is ook allemaal kool. Daar gaan we even lekker heen hobbelen. Gaan we niet zeggen dat het maar één stukje is, hè? Want dan word ik wel even een beetje boos. Even kijken, dit moeten we zo doen. Ja, ik ben echt een Minecraft pro, jongens. Je ziet het al, mijn Minecraft skills. Oké, okay, even shiften, want ik wil niet eraf flikkeren. Dank u wel. Oké, okay. Oh, ga even daar. Wat heb ik nou opgedrukt? Oké, okay. Volgens mij nergens. Oké, okay, hier ligt nog meer iron. Interessant. Volgens mij kunnen we daar ook bij. Kunnen we hier ergens een blok opzetten? Daar misschien. Yes, oké. Okay. Kunnen we hier... Oh. Ik doe het in mijn tweede hand, dat is niet handig. Hier komen we met die blokken. Jongens, ik ben geen Minecraft pro. Pas op. Oké, okay, zo. Nu kunnen we even rustig dit armen hakken. Tenzij ik hier weer naar beneden kan flikkeren. Yes, kijk eens. Oh, hier ligt wel aardig veel. Ik denk niet dat er nog meer achter ligt, maar dat heb ik op zich ook niet nodig. Ik heb eigenlijk net een nieuwe pickaxe gemaakt, maar ja, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel aan. Maar ja, ik had wel nodig om überhaupt te kunnen hakken, dus ik mag niet klagen. Oh. Ja, oké, okay. Er was gelukkig niet zo heel veel fall damage. Dat scheelde. Even kijken, zijn hier nog caves? Volgens mij niet. Volgens mij kan ik gewoon even zo dit. Even deze dingen hakken. Oh, is mijn pickaxe niet zo heel snel. Ja, ik wil eigenlijk al meteen naar een pickaxe hebben. Ik ga die iron ook wel even smelten in die slow-mo over van me. Oké, okay, hier is nog meer kool. Is op zich wat chill om te hebben, maar... Het zijn niet hele grote klonten of zo. Ik ga er ook niet helemaal achter kijken hoor, als ik niks meer zie. Dan ga ik mijn diamonds natuurlijk wel doen. De diamonds zou het zonde zijn als ik het zou missen, maar hier gaan we toch in diamonds kunnen vinden. Dus dat maakt hier geen reet uit. Zo. En dit nog. En dat nog. En ja, dat is inderdaad het laatste. Oké, dan kunnen we hier weer weg. Nou ja, we gaan hier gewoon weg. Oh, hier is nog meer kool. Ja, hier gaat troep spannen, I guess. Even snel dit. Zullen we dit überhaupt meenemen? Ik kan er niet op. Kan ik erbij? Nee, ik kan er niet bij. Even naar boven. Dank u wel. Oké, dan gaat het wel zo hakken. Dan zijn we tenminste ook veilig. Zo. Ik denk dat we nu wel veilig moeten zijn. En dat was het kool. Dan gaan we nu echt weg. Ik heb even geen zin meer om dood te gaan. Nou ja, ik heb er sowieso nooit zin in gehad. Zelfs niet in normale survivals. Gewoon nooit eigenlijk, wil ik dat. Oké, dit kan weer even uit. Anders dan is het wel heel vervelend voor jullie ook. Oké, ja, daar is mijn huisje weer. En daar is een kat. Dat boeit me eigenlijk niet.
Ja, dan gaan we nu even dat aardbeien smelten, denk ik. We zijn weer thuis. Zo. Even kijken, hebben we ook een normale oven? Volgens mij hebben we geen eens een normale oven. Nee, dat kan echt niet, hè? Nee, we hebben geen eens een normale oven. Nou, dan gaan we even craften. Oh, oh shit, ik deed de craft modus uit. Heel handig dat. Ja, oké. Okay, die plompen we lekker daarop. Hoeveel kool gaan we erin pleuren? Zoveel is wel goed. Gooi de armen erin. Dit even verdelen, gooi dat er ook in. Het is wel vervelend dat er charcoal in zit. Maak daar ook een 5 van. Zo. Het charcoal kunnen we ook wel even gebruiken om meteen torches te maken. Of gewoon, weet je wat, we bergen het gewoon even op. Dit bergen we op, dat hebben we niet nodig. Dit neem ik wel mee. Zo, helemaal prachtig weer. En ja. Ja, gewoon dat. Prachtig. Oké, okay, we hebben nu dus al iron and steel. Dus we kunnen eigenlijk al naar diamond niveau. Gaan we dat nu al doen? We kunnen het doen. We kunnen ook eerst naar meer iron gaan zoeken. Iron armor is op zich ook wel chill. Als ik dood ga, ja, dat is niet heel fijn. Ik denk dat ik dan wel moet gewoon strip minen of zo. Moet ik dit livestreamen laten, dan zeker even weten in de reacties. Dan ga ik dat waarschijnlijk wel een keertje doen. Dit iron gaat inderdaad niet heel snel. Maar goed. Oké, okay, en dan kunnen we nu... We kunnen helemaal niet craften. Ook kunnen we trouwens wel craften. Want we hebben wel gewoon hout. Zo. Oh ja, moet ik even daar weer in natuurlijk. En dat dit zo. En dan hebben we... Oh, wat doe ik nou met steen? Want ik heb helemaal geen stenen pickaxe nodig. Hap, iron pickaxe. Eerst iron pickaxe. Is na het iron pick. Nou, prachtig. Zo, dit hier zo. Wat kan weg. Ja, dit houden we al bij ons anders. Dat is ook wel prima. Oké, okay, het iron is inmiddels klaar. Dat bergen we gewoon op, denk ik. Ja, helemaal prachtig. Ik heb een pickaxe. Geweldig. Eens even kijken. Laten we ook eens even de village gaan onderzoeken. Wat hier allemaal is. Dat hebben we ook nog niet gedaan. Ja, of we gaan even beesten killen nu. Kijk, wat is dit? Dit kunnen we ook al meenemen. Zo. Oh, ben jij aan het gaan van weg? Het is best wel een mooie village. Zo, in het beetje in het bos en ook weer niet te veel. Wat is dit nou weer? Oké, okay, ja. Maakt niet uit. Ik ben er weer op. Zeg, een soort van. Oké, okay, hier is een... Oh! Ja. Ja, baan kan me even verrotten. Ik neem het gewoon even mee. Dan kan ik het veel sneller smelten. Dat is op zich wel even chill als je weinig iron hebt. Ik zag daar ook koe. Wat is dat? Oh, dat is gewoon een log volgens mij. Een hele hoge berg. Nou, daar hoef ik ook nou weer niet op. Want dat gaat me echt niet interesseren. Ik zag daar ook alweer kool. Dat is wel heel veel kool wat we nu al gevonden hebben. Maar goed, ik zeg er geen nee tegen. Oké, okay, hier is voor mij geen caves of dat soort shit. Nou ja, kunnen we dit gewoon even meenemen. Zo. Oh, ik word al duizelig als ik zo omhoog zit kijken op een of andere manier. Hebben jullie dat ook? Laat het weten in de reacties. Dit is eigenlijk wel best wel een domme vraag, maar goed. Oh, waarom bouw ik daar op? Dat is niet de bedoeling. Ga even weg. Zo. Ik moet wel echt al die cijfers een beetje uit mijn hoofd leren. Ik zit steeds met mijn muis te scrollen. En dat schiet niet heel erg op zich eigenlijk. Oké, okay, kool, kom even mee. Hebben we hier nog kool? Hoppatee, yes. Nou, wij worden rijk. Wij worden rijk hoor. Ja, uiteindelijk wil ik ook een hele stad, een dorp, dat soort dingen wil ik allemaal wel gaan bouwen. Maar ja, nu nog even niet. Ik wil nu even allemaal resources hebben en even wat chappen genoeg. Wat is dit? Is een cave. Is daar een creeper? Ik dacht dat een creeper zat, maar komt er al dat gras wat hier zit. Oké, okay, die cave ga ik nu even overslaan. Ik ga even chappen. Ga ik even leek terug naar mijn huis. Ga ik even al die troep bergen, denk ik. Ja, dat gaan we gewoon even... Trouwens, die blast furnace kunnen we alvast neerzetten. Zo. Ja, we gaan hem neerzetten. Nou, dit is een mooie plek. Helemaal geweldig. Nou, zullen we even weer wat kool ervoor opofferen. Oh, ja, dat dacht ik al. Nu gooi ik er weer meer bij. Ik wil er precies... Laten we gewoon 10 in doen. En ja, dan kunnen we daar gewoon onze dingen insmelten. Ja, niet alles natuurlijk, maar gewoon onze iron, dat soort shit. Oké, okay, ik haal mijn kool anders ook wel bij me. Ik heb hier ook spruce saplings, die kan ik ook alvast planten trouwens. Dat is op zich ook wel handig. Waar gaan we die planten? Nou, laten we die lekker hier planten. Ik zie daar ook allemaal sugar canes. Kunnen we ook pakken voor een farm of zoiets. Maar ja, of we dat nu al willen, ja, eigenlijk wel hè. Dus laten we die sugar canes gewoon even pakken. Dan gaan we ook even wat beesten killen. Dan hebben we nog meer eten. Dat is op
zich wel handig als je in de hardcore zit. Oké, daar zijn de beesten. Dus ik wil eventjes naar de beesten toe. Even lekker zwemmen. Nou, zwemmen in elkaar die lemmen. Heerlijk. Zo, nou, u even lekker dood. Dit even mee. Heb ik nog alles? Volgens mij wel. Kijk eens hoeveel koeien. Je hoeft niet eens meer een farm te maken, man. Niet normaal. Ja, niet wegrennen voor mij. Dat vind ik vervelend. Dan moet ik hem eigenlijk ook gewoon in één keer doodslaan. Dan heb je er geen last van. Het is wel alweer bijna donker zometeen. Dus ik moet wel zometeen alweer terug. Dat maakt niet uit. Eerst even deze beesten. Kom hier jij nou. Nu hier komen? Ja, echt. Gaat eraan hoor. Doei. En u gaat er ook aan. Waarom bent u nog steeds niet dood? Dat vraag ik me oprecht af. Zo, en dan gaat u ook nog even dood. Zo, en dan gaan we weer gauw terug naar huis. Want het wordt inmiddels alweer donker. Dat gebeurt nou eenmaal vaak in Minecraft. Dus ik vraag me niet waarom. Oké, we zijn weer aangekomen op het land. Het was eigenlijk niet zo'n heel stuk, maar toch. Lekker boeien. Oké, hier is allemaal water. Ik dacht eerst dat hier een cave zat of zoiets. We kunnen inmiddels alweer bijna slapen. Oké, hallo Labrien. Jou boeit mij niet. Ik ga even... Oh, daar is mijn huisje natuurlijk. Pas. Ja, we kunnen ons huisje lekker in. En dan gaan we lekker slapen. Gaan we die villagers even lekker weer... Mijn bed uittrappen, hé. Gaat u even mijn bed uit, hé. Zo. Ik wil eventjes hierin. Dank u wel. Nou, ik ga eventjes lekker slapen. En weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik even lekker zeggen... Dit was het einde van de video. Ik heb er geen zin meer in. Nee, grapje. Ik vind het best wel een leuke serie. Maar wil je dus meer ervan zien, doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op, ook op mijn kanaal met de belletje. Sorry dat ik weer niet uit mijn woorden kom. Abonneer ook zeker op mijn kanaal met de belletje. Wou ik zeggen. Zo. Goed. Deel deze video natuurlijk. Heb ik al gezegd dat je moet liken. Heb ik al gezegd. Maar ja, boeit me niet. Liken. Dubbel liken. Doe maar wat je wilt. Laat ook gewoon een reactie weten als je deze serie leuk vindt, als je meer wilt zien, daar hou ik wel van. Ik krijg eigenlijk nooit reacties. Dus dan zou ik zeggen, de ballen, hè. Dag.